Hallo, welkom op Postglanenbrug. Ik ben Edwin Remmersveld, de kazernecoördinator van Postglanenbrug. En ik wil jullie graag meenemen voor een rondleiding op onze nieuwe kazerne. Gaan jullie mee? Dit is het kantoor. U ziet hier twee werkplekken. Die worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden. De werkplekken kunnen ook gebruikt worden voor de vrijwilligers of andere brandweermensen uit de regio. Dit is de technische ruimte. Het gebouw is energie-neutraal. U ziet hier een warmtepomp. Op het dak liggen zonnepanelen. En die zorgen ervoor dat wij de stroom van de zon krijgen. Hier is het damestoilet. Bij binnen Glanenbrug hebben wij ook een dame in ons korps. Hier is een apart toilet voor gecreëerd. En een aparte douche die gebruikt kan worden voor onze dame. Voor de heren onder ons hebben wij drie douches die gebruikt kunnen worden na een inzet, dat ze weer lekker fris naar huis kunnen. We staan hier in een garderobe. De garderobe, daar hangen alle pakken. Bij een melding komen alle mensen via de zijdeur komen ze hier naar binnen. Dan kleden ze zich om en dan gaan ze door de dubbele deuren gaan ze naar de uitdrukhal. Als we ons hebben omgekleed, dan gaan we heel snel door deze deur. En hier staat de brandweerauto. En dan gaan we met z'n allen heel snel in de brandweerauto. U ziet hier onze brandweerauto. Dat noemen wij binnen de brandweer MTS. Daar hebben we er één van. Daarnaast hebben we ook nog een dienstbus. Die wordt gebruikt voor vervoer van manschappen. Dit is de auto waar we mee naar incidenten gaan. Het bijzondere aan de kazerne Glanenbrug is dat we uitgerust zijn met een drone. De drone die komt op het dak te staan. Die kunnen we gebruiken voor incidenten sneller te lokaliseren. Elke maandagavond hebben wij oefeningen. Zowel praktische oefeningen als theoretische oefeningen. En u ziet hier een groot nieuw leslokaal met allemaal nieuwe meubels waar we theorielessen kunnen volgen. Normaal gesproken oefenen we hier altijd op maandagavond, zowel theoretisch als praktisch. Deze oefenplaat is uitermate geschikt om praktisch te oefenen. De geoefendheid van de vrijwilligers is heel erg belangrijk om hun skills op peil te houden. We bevinden ons nu in de kantine, een van de belangrijkste plekken van de kazerne. U ziet, de keuken is van alle gemakken voorzien. We zitten hier vaak na een uitdruk om eventjes de uitdruk na te bespreken onder het genot van een kopje koffie, waarna we dan naar huis gaan. Momenteel met de coronavirus is dat helaas niet mogelijk. Na de uitdruk is de bedoeling dat de jongens zo snel mogelijk weer naar huis gaan.